Het spelen voor 30 man, dat is raarder dan ik dacht. De eerste doorloop die we hadden, doorloop is dus dat je het hele ding achter elkaar speelt, zaten er dus 30 man in de zaal. En was ik ongelooflijk onder de indruk dat ik eigenlijk meer lege stoelen zag dan dat ik mensen zag. Nou kijk ik niet de zaal in, maar je voelt de mensen. Maar met 30 mensen voel ik eigenlijk niet. Ik speel echt voor een zwart gat. Dus daar was ik echt wel even van geschrokken, dat je geen voeling hebt met de mensen. Jij kijkt naar de grond. Vanaf augustus zullen we het met 100 mensen in de zaal spelen, maar stiekem hoop ik dat de maatregelen dan al zo zijn dat er meer bij mogen.